Eerst en vooral, ja, hoe maakte het? Wonder wel. Ik sta met een glimlach op, dus ik denk dat ik mag zeggen dat ik gelukkig ben. Wat maakt u goed? Geen idee. Dat is waarschijnlijk een cluster van dingen waar je vat op hebt, maar ook dingen waar je geen vat op hebt. En dat is een huwelijk tussen elementen die je beheerst en elementen die je niet beheerst. Een externe factor, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Wat maakt u niet goed? Dat ligt altijd aan de anderen, hè. Uiteraard. L'enfer, c'est les autres. Ja. Waarom maakt u het? Als ik echt oprecht antwoord, is het wel een heel gewichtig antwoord. Maar het is wel het echte antwoord, dus fuck it, dan ben ik maar gewichtig. Dan moet ze het dan maar bijpakken. Omdat ik denk dat de zelfperceptie van de mensheid bestaat uit verhalen. De oudheid zit vol uit de Grieken, de Egyptenaren, de Mayas, de Bijbel, alle religieuze teksten. Alles is verhaal, verhaal, verhaal. Maar verhalen bestaan enkel door personages die verhalen waarmaken en die verhalen belichamen. Dus het concept van verhaal is van onschatbaar en is van een enorm belang in hoe de mens over zichzelf denkt. En acteren is eigenlijk, denk ik, dat eeuwige onderzoek van wat het betekent om mens te zijn en hoe de mens met elkaar omgaat en hoe de mens zich verhoudt ten opzichte van het leven, in welke context dan ook. En de oneindige variaties daarop. En dat dan bezielen om dan in een verhaal terecht te komen dat hopelijk de mens weer op een andere manier over zichzelf zal doen denken. En hopelijk op een betere manier. Wie heeft u gemaakt? Dan moet ik echt denken aan mensen als Dora van der Groen en mijn vader. Dat zijn de mensen waar ik eigenlijk het meest van geleerd heb. En andere mensen bewonder ik. Maar Dora van der Groen en mijn vader, dat zijn... Om het zo te zeggen, en dat zeg ik niet uit fierheid van zoon naar vader toe, maar als mijn vader in Amerika filmacteur of theateracteur had geweest, dan was dat de acteur waar Marlon Brando over zou spreken. Dus ja, waarschijnlijk heb ik dan van hem toch heel veel geleerd. Ja, ja, dat is zo. Dat was een fenomeen, dat was een oerkracht, dat was een magier. Hè. Dat gaat niet alleen over talent, maar betekent tot acteur. Dat was een magier, dat was een tovenaar, hè. Dat is iets anders. Die komen zo één keer om de 50 jaar. Ik kan nooit in de buurt komen van mijn vader. Dat was Michael Jackson. Dat zijn van die ja, ufo's. Hè? Mijn vader was een ufo. Ja. Hoe lang maakt u het? Ik kan niet tot mijn oude dag op set staan. Nee, op een bepaald moment ga ik totaal iets anders doen in mijn leven. Variatie. Het leven is zo rijk, man. Er is zoveel te zien. Toch niet de hele tijd hetzelfde doen. Dat is toch te gek. Misschien dat ik er dan ooit wel terug naartoe kom, hè, want het is een grote liefde, maar misschien dat ik er ooit 10 jaar mee stop en dan terugkom. Ik zie me eigenlijk niet op mijn 80 nog op theater, nog op film zitten staan. Nou jong, gek. Jamais de la vie.